persofficier Janine Kramer. Mark M. komt voorlopig op vrije voeten tot de inhoudelijke behandeling. Een flinke domper voor justitie lijkt me. Ja, wij vinden dit wel teleurstellend. Wij hadden aan de rechtbank gevraagd om zowel hij als de medeverdachte langer vast te houden. Vinden ook dat dat nodig is om het verdere onderzoek te kunnen doen en om te kunnen voorkomen dat hij in herhaling valt. De rechtbank heeft aan de ene kant gezegd, ja, dat zien wij. Dat zou op zich een reden zijn om ze langer vast te houden. Maar toch worden zij geschorst, worden voorlopig hechtenis met ingang van morgen geschorst. Ja, waar zijn jullie bang voor als hij nu op vrije voet is? Wij vrezen dat hij het onderzoek dat nog plaatsvindt, dat hij dat kan gaan frustreren. Dat hij bijvoorbeeld mensen kan gaan benaderen die een bepaalde verklaring moeten gaan afleggen. Dat er nog spullen kwijtgemaakt gaan worden. Wij zijn nog aan het onderzoeken wat er op de telefoons en de USB-stick staat. Pas als we dat gereed hebben kunnen wij verder gaan met het onderzoek, het tactisch onderzoek. Mark M. weet wat erop staat en heeft er in zoverre een voorsprong op ons. Daarnaast doen wij nog financieel onderzoek naar vermogensbestanddelen in het buitenland. En ook Mark M. weet daar meer van dan wij op dit moment. We zijn bang dat hij dat gaat frustreren ook. En dat was een belangrijke reden voor de rechtbank om ze allebei toch voorlopig vrij te laten. Is dat het nog zo ontzettend lang duurt? Waarom duurt het zo lang? Ja, het is een hele complexe zaak. Het is een ingewikkeld onderzoek waarbij verdachten niet meewerken. Zij beroepen zich allemaal op hun zwijgrecht, dus wij moeten het zelf uitzoeken. En daarbij komt dat die rechtshulpverzoeken naar het buitenland, daar gaat sowieso tijd overheen voordat het weer terug is. En aan de andere kant het technische onderzoek bij het NFI neemt ook meerdere maanden in beslag. En dat moet nog geanalyseerd worden en verder uitgezocht. De verwachting is in oktober het dossier klaar. En de verwachting is ook dan dat de advocaten verder onderzoek zelf willen gaan doen bij de rechtercommissaris. En dat is de reden dat de rechtbank pas in mei volgend jaar inhoudelijk de zaak gaat behandelen. Betekent dit dat Mark M., nu die op vrije voeten is, die zaak mogelijk zo kan frustreren dat die zaak alsnog ten onder kan gaan? Nee, die verwachting heb ik niet. We hebben op dit moment echt al wel een stevige verdenking tegen hem. Echt al wel de nodige onderbouwing voor die verdenking. Maar we hopen dat daar nog steeds wat meer bij gaat komen.